Een hele goede morgen, ik ben Sebert. Leuk dat jullie kijken. En ik ga jullie vandaag gezellig meenemen. Eerst even lekker aan het werk. En daarna gaan we leuke dingen doen voorbereiden voor Luxe Club. Maar kijk eens wat er lukt. Geïnstalleerd, dus hij is klaar. Dus ik heb hem gewoon weer strak in doos. Kanten klaar. Dus hij komt thuis, kan hij eraan. Alleen moet ik nog een toetsenbord halen. Dat is nog wel een dingetje. Dus even denken waar ik het toetsenbord vandaan ga trekken. Maar dat zien we dan wel weer. Dat wordt wel weer geregeld. Dus kan ik hem nu nog voor thuis even weer in het bureau plaatsen en dan de boel aansluiten en dan is hij ready. En ik moet de alcohol klaarmaken. En ik moet nog drinken kopen. En ik moet nog wat eten kopen voor morgen en overmorgen. Koelboxje achter in de kofferbak. Dus lekkere bezigheid vandaag. Zal weer laat worden vanavond. Maar toe maar. Eerst even onderweg naar huis. Het is druk op de weg. Vind ik de laatste tijd sowieso aardig druk op de weg. Ik weet niet waar het aan ligt, maar of ik was gewoon gewend aan de vakantietijd. Dat iedereen op vakantie was, dat ik gewoon lekker rustig was. Dus ik moet nu even kijken. Een kwartiertje rijden, dan zijn we er. Dan heb je de mooie grote ABN-toren. Dus we zijn bijna thuis. Zie jullie zo wel even. Ja, ik ben alvast even aan het voorbereiden voor morgen. Koelboxje. Beetje water erin. Snikkertje, koekjes. Beetje olie voor de zekerheid. Poetsmiddeltjes. De camera, 360 camera. Die gaat ook mee natuurlijk. Een jackie. Koffertje moet ik zo meteen nog even pakken. Een torkrolletje, voor als we onderweg wel hoge nood hebben. En we hebben hier een houder erin gemaakt. Want dan kunnen we zo filmen als we aan het kijken zijn. Dus dat wordt top. Ik ga nu nog even wat fixen voor deze camera. Ik heb ook nog een dashcam. Die zit, kun je slecht zien. Door dat blauwe glas. Maar daar zit hij. Dus we gaan even kijken hoe we dat gaan doen voor deze camera. Ik zie jullie zo. Ik heb even vlug de auto getankt en gewassen. Dus we gaan de auto even in de wak zetten. Dan hoef ik hem in ieder geval daar niet schoon te maken. Want hij was echt vies. Ja, ik heb hem 2 dagen geleden schoongemaakt, maar alsnog vieze bende. Dus in de wax erbij pakken, doekje erbij, droogdoekje erbij en gaan met die banaan.
Nou, het is onscherp, helder. Het is klaar, autootje gepoetst, die is er klaar voor morgen voor Luxemburg. Kijk hem shinen. Ik kan hem beter onscherp doen, want dan zie je alle waskrasjes. Maar hij is perfect. Hier, zoals de maan zie je erin. Nou, wat wil je nog meer? Dus we gaan morgen lekker knallen. Rens is het koffertje aan het pakken. Ik ga nog even de laptoptas in pakken en alles bij elkaar trekken. Dan zien jullie zo lekker. Oké, ik kreeg helemaal donder van Renske. Want dat als ik morgen de auto start en hij staat hier, morgenochtend om 5:45, 6:00 uur ongeveer, en hij staat zo. Normaal staat hij 1,5 meter naar rechts, maar ik heb precies hier de brievenbus en daar de uitlaat. Dan heb ik morgen deze brievenbus. Trrr. In de deur staan te klapperen als ik de auto start. Dat gebeurt namelijk 1,5 meter verder al. Ik denk dat hij nu gewoon omhoog komt. Dus ik moest even de auto omdraaien, Renske. Laten we dat eventjes doen. Natuurlijk en de wacht voor bed. Alleen de pomp van mijn schoenen is aan. Dus ik ga nog even poetsen. Ik ben even bezig met de vlog en ik ga zo even douchen en dan ga ik lekker naar bed. Morgen moet ik er vroeg uit, maar ik ben wel super blij met mijn computer. Dus dan, die heb ik nog een keer gekregen. Super tof. Beeldschermpje, kanon van een foto. Ik moet nog even een andere toetsenbord kopen. Dit is die ik vanmiddag even gauw gekocht. Die was 12 euro. Dus dat was wel even makkelijk. Maar daar komt ie. Bats. Wat een unit, hè. Kijk, dit vind ik mooi. Ik kan zo in de computer.
Die kabels worden nog allemaal even netjes weggewerkt. Maar was eerst even dat ik in ieder geval ermee bezig kom. Ja, leuk hè, lampjes in de computer. Dus dat in ieder geval. Ik ga nog even verder editen, even klaarmaken. En dan ga ik lekker douchen in de bed. Ik zie jullie morgen vroeg weer. Over 6,5 uur. Want ik ga daar vroeg uit. En dan gaan we lekker knallen. Dan gaan we eerst je groene behalen in Twello. En dan, dat is met die blauwe Audi TTRS. En dan zie ik jullie straks wel. Ik heb er zin aan. En ik ga veel op YouTube live, denk ik. En TikTok wil ik nog live gaan. Dus houd het even in de gaten. Tot morgenochtend. Like en abonneer. Tot de volgende keer.